Een hele goede morgen. Ja, het is morgen. Jordi was al lekker vroeg wakker. Jordi heeft zijn flesje gehad. Wij geven hem deze week met het warme weer een flesje, want dan weet ik zeker dat hij zijn vocht binnenkrijgt. Want dat is deze week wel heel belangrijk. Dus hij krijgt deze week krijgt hij 's morgens in plaats van Brinta een fles. En wij gaan ons eigen dadelijk aankleden. Ja. We gaan ons eigen zo aankleden. En dan gaan we even naar de winkel. En mama moet even een cadeautje voor oma Manuel halen. Want oma Manuel is jarig vandaag. Ja, ik moet alleen nog even bedenken wat ik ga kopen. Meestal is het gewoon gekheid iets. Of meestal doen we gewoon iets geks. Gewoon om te etteren. Ben je nou aan het doen? Wat ben je nou aan het doen? Doe niet zo gek. En boodschapjes doen voor vandaag en enzovoort. Je gaat toch niet mama's knie opeten? Wat een zucht. De ups en downs heb ik al geüpload. Dus daar hoef ik ook niet meer naar te kijken. Ja. Je komt gewoon nog 5 uur lang. Nou, vertel. Is het dat? Ja? Ja? Ik had het geluid van de tv zachter gezet en dan gaat hij om zeuren. Dus vanavond moeten we naar verjaardag toe. En dadelijk even naar de winkel. En dat zijn de soort van dingen die ik moet doen vandaag. En een beetje opruimen hier enzovoort. Het is gewoon het huishoudelijk werk. Dus dat. Ja. En wat ga jij doen vandaag? Zeg maar, ik ga Jordi zijn vandaag. Ja, kan chagrijnig, kan blij zijn. Doe je niet lachen? Net was je allemaal aan het lachen. Ja. Ik ben eentje wakker. Hallo, ben je wakker? Hallo, mama jou kietelen. Mama jou kietelen. Hey, dat is Jordi. Zeg maar hallo mensen. Niels is inmiddels ook alweer thuis. Ik en Jordi zijn al klaar. Niels is zich nog even aan het opfrissen. Want we gaan naar de verjaardag toe. Manuel is jarig. Cadeautjes en alles heb ik al ingepakt. Hij krijgt deodorant, want hij stinkt. Nee, is maar een grapje. Geef liever iets waar hij iets mee kan. En deo, daar gebruikt hij heel veel. Dus vandaar. En ja, gaan we naar oma Manuel, hè? Het is jarig. Manuel en Bianca geweest voor Manuels verjaardag. Daarna zijn wij nog even hiervoor geweest bij Natasja en Miep en iedereen die daarbij zat. En Jordi. Ik heb Jordi op bed gelegd. Ja, en die is lekker gaan slapen. Waaiertje aan. Nou, nu zitten we heel eventjes buiten. Ik ga daar ook nog eventjes een aantal dingetjes opruimen binnen. En het is wel meer. Lekker. Eigenlijk is het zwembad weer, hè?
Ja, maar alleen het is de eerste dag dat het eigenlijk warm is. Dus dan is het zwembad nog niet zo warm om er 's avonds ook in te gaan liggen. Maar ik denk dat dat deze week wel goed komt. Oh, jawel. Eigenlijk had je deze week al vakantie moeten hebben, jongen. Ja, ik weet niet wat de komende 3 weken wordt. Ik ook niet. Ik heb volgende week wordt het ook zoiets als vandaag, begreep ik. We gaan het wel zien. In ieder geval, volgende week heeft Niels vakantie, 3 weekjes. Ja. Zit ik met hem opgescheept. Maar goed, wij gaan heel even een ijsje eten. Het hele jaar zit ze te zeuren dat ik niet thuis ben. En dan ben ik een keer thuis en dan is het niet goed. Oh, maar ik heb niet gezegd dat het niet goed is. Dat heb je me niet horen zeggen. Maar goed, deze discussie doen we eventjes zonder camera. Wij liggen nu lekker in ons bedje. En wij gaan lekker slapen. Welterusten. Slaap lekker. Een hele goede morgen. Jordi krijgt nu een flesje, want hij moet zo lekker gaan slapen. En de reden dat ik nu pas begin te filmen is dat hij vanochtend toch wel buikpijn had. Ik ben met hem naar de winkel geweest en ik wou toen de vlog gaan openen. Toen ik zijn fruithapje gaf en ja, hij had gewoon buikpijn. Dus ik heb hem een buikmassage, alles gegeven. En hij heeft daarna een hele luier vol gewerkt. Met behulp van natuurlijk. En toen heb ik hem maar heel even gelaten. En nu krijgt hij zijn flesje met extra medicatie erin. En dan ga ik hem zo op bed leggen. Ik zit lekker in mijn zwempakkie, want dat loopt nu lekkerder met het weer, vind ik. En dan, ja. Ga ik daar ook nog wat dingetjes doen. Een beetje opruimen, misschien dat ik mijn eten vastmaak. En dan zien we wel weer hoe het loopt. Ik tref Jordi dus zo aan. Ben je aan het doen? Ik zal hem eens even gaan redden, onze kleine zeemeermin. Nou. Ik heb hem gered. Onze zeemeermin. Ik noem hem even zeemeermin, omdat ik zeemeerman vind ik gek. Wat ben je nou maar aan het doen? Hé. Hey. Ja. Was je gehandicapt omdat je arm nog niet deed? Was je gehandicapt omdat je arm het nog niet deed? Die zat hier ook nog in. Hallo? 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 Kleine guppie. Ik denk, ik ga heel even met hem knuffelen op bed. Maar meneer heeft andere plannen. Ja. Ha? Woehoe. Juist. Kille. Ha? Ha? Geen scheten laten, hè? Want dan adem ik ze zo in. Ja. Ben doen. Ga je koppeltje duikelen. Blij dat je nu pas een scheet laat en niet net. Mooi verhaal. Doen we verder helemaal niks mee.
We hebben onze buurtjes op bezoek. En ze zijn lekker nou aan het zwemmen. Waar zwemmen dan? Onze badmeester. Paul is de badmeester. En Niels de toezichthouder. Wat heb je daar, Lina? Klaas Krabbe, hè? En Eva Eend. Niet slaap vallen, hè, Jordi? Nee, maar je geniet hier gewoon echt van. Ja, lief, klein eendje, spat. Ik ben naar mama. Hey, schat. Ik heb een lachje. Ja. Ja, jij denkt dat vond smaakt, maar dat doet niet. Lina, Paul en Suzanne zijn weer naar huis. En nou krijgt Jordi zijn fles. Van Niels. En dan hopen we dat hij zo lekker in slaap valt. Hij is wel later naar bed vandaag. Het is ook warm. Dus gaan we even hopen dat hij in slaap valt. Is hij moe genoeg dat hij in slaap valt? Ja, dan kan ik nog heel eventjes hier wat dingetjes doen. De keuken even opruimen en zo. En even stofzuigen en dweilen. Want het ziet eruit hier. Ik ben nog even bij een maatje van mij geweest. Even helpen met de wasmachine showen en zo. Mandy ligt al te slapen. Ik ga nu ook slapen. Ik sluit nou een keer in mijn eentje af. En tot de volgende keer. Welterusten.